Zolland Sport, nabeschouwing. Goedemiddag Martin. Goedemiddag Bert. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Dankjewel. Op deze mooie dag, want vandaag speelde jouw ploeg Heten de derby tegen Lettelen. En in de slotfase sloegen jullie toe met 2-1. Nou, het was eerst 2-0 en daarna kwamen ze op 2-1. Weet je, het wordt al wat donker hier in de studio, dus ondanks dat we verlichting hebben. Maar ik zie inderdaad Lettelen, 90ste minuut. Sorry, maar ik zag bij jou, team Heten, 88ste minuut de 2-0. Maar ja, dat maakt gelijk een mooi bruggetje. Dacht je toen van, nou is die in de knip? Ja, op dat moment wel. Ik vond dat bij de eerste helft hadden we het lastig. Zij speelden met veel fysiek voorop. En veel de lange bal. Nou ja, goed. Dat zorgt soms voor een gelukkige situatie voor de goal. En zij krijgen daardoor ook wel een paar goede kansen. En wij waren een zeer effectieve dag. Ja. In de eerste uitval was het gelijk 1-0. De kans die we kregen, die maakten we ook gelijk. En nou, dat zit wel lekker hoor. Ja, dat is zeker lekker. En ja, dan is het dan echt een derby ook daarna met over- en weer voetbal? Nou, nee. Ik vond dat we echt de derby zoals we vroeger hadden gespeeld, zeg maar. Dat viel me nog wel mee. Ik vond wel dat we mooi aan elkaar gewaagd waren. En de tweede helft was vooral op het middenveld, zeg maar, waar de duels kwamen. Ja. Zonder een grote kans te krijgen. Ja, precies. Eind van de tweede helft maak je dan 2-0. Kort daarna maakt dan letterlijk 2-1. Krijg je dan nog zo'n slotfase van het kan nog alle kanten op? Nee, nou, ik vond de 2-0 maakte ook weer vanuit een fantastische actie. En een schitterende goal van Tim Schoenlemmer. Bij de 2-0 en daarna leek er eigenlijk voor ons niks, geen teltje meer aan de lucht. En we kregen een cornerbal tegen, die valt dan in de 16, een scrimmetje een beetje. Ja, en dan valt hij half in één keer erbinnen. Maar eigenlijk was het al op dat moment al wel tijd. Oké, dus eigenlijk heel veel tijd had Lettelen niet meer om toe te slaan. Om toch nog een gelijkspel eruit uit te halen. Hoe gaat het met jouw team? Je bent nu een aantal wedstrijden onderweg. Sta je daar waar je ook wil staan? Ik denk dat wij het niet verkeerd doen. Als wij de revues even laten passeren en de twee wedstrijden die wij verloren hebben, ja, dan waren we ook zeker niet kansloos. Ik vind dat wij tegen Volgens Hoop sowieso 3 punten hebben laten liggen. Mm-hmm. En volgende week tegen Raalte, ja, dan krijg je de deksel op de neus omdat je die 3-2 aan het forceren bent en dan krijg je hem zelf om de oren. Ja. Ja, daar hadden we minimaal gelijk moeten spelen. En nou ja, als je dan een beetje kritisch bent, dan hadden we er gewoon bij de boze bij moeten staan. Maar goed, wij zijn ook in het proces en nou ja, zoals dat zo mooi heet, soms gaat het goed, soms gaat het wat minder goed. Vandaag hebben we, wat we vorige week niet hebben kunnen doen, is dat we als team zeg maar wel de duels hebben kunnen maken en dat we, de wedstrijd over de streep hebben getrokken. Ja, maar is dat ook het spel wat je wil spelen? Dat jij bijvoorbeeld bij een gelijke stand met nog 10 minuten te gaan niet denkt van jongens, we gaan het puntje koesteren, we willen hem over de streep trekken? Nee, dat ligt eraan. Dat ligt ook van het moment af. Dat ligt ook aan de tegenstander. Kijk, op het moment dat de tegenstander beter is, dan moet je misschien het puntje koesteren. Ja. Maar zoals vorige week hadden wij het gevoel dat er meer in zat. Mm-hmm. Ja, dan gaan we door. Kijk, we moesten vorige week wel van de 2-0 terugkomen. Precies. En dat hebben we ten eerste al goed gedaan. En dan is het erop en erover. Maar dat mocht niet zo zijn. Nee, precies. Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd jammer. Want je team is dan lekker in de flow. En dan krijg je toch op het laatste moment toch de tegentreffer. Daar waar je eigenlijk gehoopt had dat je de winnende goal zou maken. Ja, klopt. Het is jouw tweede seizoen volgens mij bij Heten, Martin. En ja, klopt. Zie je ook dat het team ook jouw stijl van voetballen inmiddels een beetje speelt? Ja, wel. Okay, we hebben vorig jaar natuurlijk wel door corona veel moeten trainen. Mm-hmm. En nou ja, dan kun je ook niet echt altijd volle bak tactisch en zo bezig zijn. Maar je merkt wel de kleine dingen die je dan aanhaalt, zeg maar. Dan zijn wij beter dan vorig jaar. En dat zie je wel zeker wel vooruitgang. Ik moet wel zeggen dat vandaag niet echt de maatstaf was. Hm. Want er ging vandaag wel een heleboel mis. Maar ik vind dat we als collectief wel heel erg goed stonden vandaag. Ja, nou ja, goed. Dat blijkt dan ook uit deze mooie 3-punter van vandaag. Als je nou naar het seizoen kijkt, zeg maar zoals het nu bezig is. Waar zie je jezelf dan eindigen? Ja, weet je, ik vind dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Mm-hmm.
er zullen wedstrijden zijn waarin je niet krijgt wat je misschien verdient. En zolang als wij nu dit vol kunnen houden, dan doen we mee. En als je ergens voor speelt, dan komt het einde van het seizoen, dan zien we wel wat schip strand. Volgende week tegen Boekland, ook weer een regio derby. Komt daar het dorpje gevoel echt bij de wedstrijd kijken? Wat zegt u? Komt het derby gevoel daar ook weer echt bij de wedstrijd kijken? Gaat dat gevolgen hebben voor de wedstrijd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want Boekland ligt ook alweer wat verder weg. Letterlijk gaat wel wat meer richting Badmen, zeg maar, als het echt gaat om een derby. Ik denk dat de echte derby die hier gespeeld wordt, is volgens mij nieuw heten en heten. En Broekland ligt dan alweer richting Raalte misschien. Ja, zou kunnen. Ik ben niet zo, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Bij jullie in de pool is op dit moment Haarlem echt de kloppen ploeg. Ze doen het hartstikke goed dit jaar. Ik weet niet of jij dat tegen gespeeld hebt, Martin. Nee, daar hebben we nog niet tegen gespeeld. Oké, dus dat gaat nog komen. Het zal mooi zijn als jij een van de eerste bent die Haarlem toch wat nederlagen gaat brengen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik zie het aan de stand dat ze toch een stukje losstaan van de nummer 2. Want even kijken, 2 punten zie ik. Maar ook Holten was van tevoren voor mij de gedoodverfde kampioen. Want die maakte vorig jaar hele grote uitslagen. Klopt. En Enter ook. En Enter heeft dan vandaag wel weer, ik geloof, met 5 tegen 100. Ja. En weet je, vorig jaar waren de uitslagen gewoon gigantisch. En je merkt nu ook na een jaar van corona dat het toch allemaal even iets anders ligt. Ja. Eigenlijk zeg het maar. Je staat zelf met je team op de vierde plek nu. Is het dan toch een klein beetje de best of de rest? Nou ja, het seizoen is wel lang, hè? Ja, precies. Dus hopelijk zou het mooi zijn als je die top 3 kan aanvallen. En waarbij je ongetwijfeld onderweg als een keer een uitschieter hebt naar links en naar rechts. Maar hopelijk toch de weg naar boven. Ja, zo is het. Zo, is het. Okay. Zo staan we hier er ook in, hoor. Nou, helemaal goed. Nuchter. Nuchter als een ander. Ja. Nuchter als een ander, zo hoort het ook. Martin, dankjewel voor je tijd. En ik hoop je gauw weer te spreken. Heel veel succes volgende week. In de wedstrijd tegen Broekland, de ploeg van Alex Boy. En we komen elkaar vast weer op een ander moment tegen. Komt helemaal goed, dankjewel. Fijne zondag. Fijne zondag. Zijn we.